Ja, vrienden, jullie sturen mij gewoon af en toe een berichtje. En dan vragen jullie bijvoorbeeld... Harry, waarom gaat die Rutte niet weg? Waarom zit die man daar nog? Ja, en dan ga ik daar ook over nadenken. En vrienden, ik kan jullie zeggen, hij zit daar nog. Rutte zit daar gewoon nog. Omdat hij gewoon geen afscheid wil nemen van zijn status. Ja, premier van Nederland. Ja, er is niet hoger, hè? Wat moet hij dan doen daarna? Of dan verdwijnt hij, weet je wel, in de anonimiteit van een commissariaat van een of ander saai bedrijf. Daar heeft hij natuurlijk geen zin in. Nee. Plus, vergis je niet, hè. Het is natuurlijk heerlijk en lekker om in het centrum van de macht te zitten. En daar zit hij gewoon. En daar raak je dan ook aan verslaafd. Ja, maar voor zo'n verslaving, daar hebben ze nog geen kliniek voor om af te kicken. Ja, dus dan blijf je maar weer zitten. En dan krijg je het volgende. Dan raak je besmet met een virus wat alleen bestaat in Den Haag. Dat virus heet de arrogantie van de macht. Ja, en daar. En wat krijg je dan? Dan trek je van niks en niemand iets aan. En dan doe je helemaal je eigen plan. Ja, en dan word je ook nog eens een keertje een beetje slonzig. En dan ga je een beetje op je routine werken. En daar zit Mark nu. En wat krijg je dan? Dan ga je fouten maken. En dan valt half, of eigenlijk heel Nederland over je heen. Samen met de Tweede Kamer. Ja, want we weten het allemaal nog. Al dat gedoe met Rutte. En Groningen mis. En de toeslagenaffaire mis. En geheugenverlies met de toestand met Omzicht. En nu weer die Nokia-affaire. Oh, mensen toch. Ja, en je ziet het gewoon aan die Rutte. Weet je? Je ziet, de echte scherpte is er niet. En dat komt. Hij zit er te lang. Rutte zit er te lang. Je voelt het gewoon. En je kan het bijna ruiken. En je ziet het aan Mark. Hij zit er gewoon één termijn te lang. En daarom riep hij ook in het debat. Weet je wel, rond die sms'jes. Toen riep hij al, als er geen vertrouwen meer is, dan ga ik wel wat anders doen. Kijk, als je dat soort dingen gaat zeggen, hè, dan weten wij dat hij het zelf ook weet. Ja, hij zit er te lang. Maar ja, wat krijgen we nu dan? Dan willen wij met z'n allen dat hij weggaat. Maar vrienden, kijk uit met wat je wenst, hè. Soms moet je verschrikkelijk uitkijken. Want als Rutte weggaat, ja, wie krijgen we dan als premier? Ja, daar komt hij. Hou je vast. De vicepremier. Oh ja, zie je? En jullie voelen hem al aankomen, hè? Ja, en wie krijgen we dan? Ja, de kakelende kaag.